In deze video geef ik je een aantal tips en tricks om heel makkelijk en heel snel foto's te selecteren in Lightroom. Ik laat je dat stap voor stap zien. En aan het einde van deze video heb ik nog een super tip. Het is eigenlijk meer een verborgen sneltoets die het selecteren van jouw foto's in Lightroom een stuk sneller doet maken en een stuk makkelijker doet maken. Als je Lightroom opent, dan zie je jouw foto's in een rasterweergave. En als je nou per foto wil selecteren, dan kan je ook de loopweergave gebruiken. En dat kun je doen door te klikken op die icoontjes rasterweergave en loopweergave. En die vind je hier. Dit is loopweergave. En als ik weer terug ga, dan zie ik hier rasterweergave. Dat is ook wel grid view genoemd. Je kan ook werken hier met de sneltoetsen. Dus als je op loopweergave staat, zoals hier. En je wilt weer terug naar rasterweergave, dan klik je bijvoorbeeld de letter G in. En zo ga je weer terug naar rasterweergave, oftewel grid view. En als je van rasterweergave naar loopweergave wilt, dan klik je de toets E in. En zo ga je dus weer terug naar de loopweergave. Nou, via de filmstrip hieronder. Dan kan je een andere foto kiezen om te bekijken, gewoon door te klikken. Wat je ook kan doen is de pijltjes gebruiken om er zo doorheen te navigeren. En dat zijn de pijltjes van je toetsenbord uiteraard. En dan kan je ook snel van foto wisselen. Als je op loopweergave staat en je gaat met de cursor over je foto heen, dan zie je dat de cursor verandert in een loopje. En als je dan één keer op de foto klikt, dan kan je de foto op groot formaat bekijken en je ziet dat het loopje veranderd is in een handje, waardoor je gewoon de foto kan verplaatsen. Nou, als ik één keer klik, dan ga ik weer terug naar loopweergave. Als ik hem weer vergroot en ik klik dubbel, twee keer klikken, dan ga ik terug naar rasterweergave. Nou, wat je ook kan doen is de spatiebalk gebruiken. Dus als ik hier op grid view sta, op rasterweergave en ik klik één keer op de spatiebalk, dan ga ik naar loopweergave. En als ik nog een keer op de spatiebalk klik, dan ga ik weer terug naar de ingezoomde functie en kan ik met de handje weer verplaatsen. Klik ik nog een keer op de spatie, dan ga ik weer terug naar loopweergave. Als je op rasterweergave staat, kan je de grootte van je thumbnails ook nog aanpassen. Oftewel je miniaturen. En dat doe je hier rechtsonder. Heb je een schuifje zitten. En daarmee kan je de miniaturen kleiner maken. De thumbnails. En je kan ze ook groter maken. En het voordeel is dat je dan zelf een beetje kan bepalen. Hoe groot je jouw miniaturen kan gaan bekijken. Wat je ook kan doen is de foto's volledig scherm bekijken. En dat kan je doen door op de letter F te klikken. En dan zie je jouw foto's volledig scherm. Je kan wel met de pijltjes toetsen. Dan kun je naar rechts of naar links bewegen om de foto's te bekijken en door te bladeren. Als je weer terug wil naar het andere scherm, dan klik je weer op de F. En zo kom je ook weer terug bij het scherm waar je was. Als je je foto's wilt gaan selecteren, dan kan je dat doen door deze te vlaggen. En dat is erg handig, want je kunt ze daarna ook filteren op vlaggen en dan kun je je geselecteerde foto's los gaan bekijken. Nou, je klikt op de foto die je wilt vlaggen en vervolgens klik je op de P. En wat je dan ziet, is dat je hier zie je een vlaggetje verschijnen. Nou, als je dat vlaggetje nou weg wil hebben, stel ik klik even op de volgende foto en die vlag ik ook met P, maar ik wil die toch niet hebben, dan klik ik weer op de letter U om te unflaggen, oftewel het vlaggetje weer weg te halen. Als je meerdere foto's tegelijkertijd wil selecteren, dan kan je dat doen bijvoorbeeld met de Shift-toets of de Control-toets. Als je met de Shift-toets gaat werken, dan kan je een serie foto's selecteren. Ik sta hier op foto 1, die heb ik geselecteerd. Ik hou de Shift ingetoetst en ik wil bijvoorbeeld de serie van de rode draadjes tot en met foto 11 wil ik selecteren. En dan klik ik op de laatste foto's en alle foto's die ertussenin staan, die zijn dan geselecteerd. Als ik hier nou allemaal tegelijkertijd een vlag wil geven, dan klik ik op de P en dan zie je dat
al deze foto's gevlagd zijn. En je kan deze natuurlijk ook weer door op de U te klikken, kun je ze ook weer ontvlaggen. Wat je ook kan doen is de controltoets gebruiken en dan kan je zelf je selectie gaan aangeven. Dus ik wil bijvoorbeeld foto 1, ik druk de controltoets in en ik wil bijvoorbeeld foto 9, foto 12, foto 18, foto 20 en foto 23. Die foto's heb ik gekozen, die wil ik weer vlaggen. Ik klik op P en je ziet dat deze foto's nu gevlagd zijn. Nou, als je nu alleen je geselecteerde foto's wil gaan bekijken, dan kun je gaan filteren. En de filter, dat doe je hier. Filter, en er staat alle filters tonen, maar hier staat filter op basis van de vlagstatus. Dus als ik hier nu op klik, dan ga je zien dat ik alleen mijn foto's te zien krijg die ik net geselecteerd heb, die ik gevlagd heb. En dat is super fijn. Wil je ze weer allemaal zien en wil je verder gaan met selecties maken, dan zet je dit voor uit en dan krijg je alles te zien. Nou, naast het vlaggen is er ook nog een andere mogelijkheid om een selectie te maken. Je kan namelijk ook sterren geven aan een foto. En sterren geven doe je gewoon met de getallen op je toetsenbord, de cijfers op je toetsenbord. Stel, ik wil deze foto 1, wil ik 2 sterren geven. Dan heb ik die allemaal geselecteerd. Zal ik ze even deselecteren. Ik wil foto 1 2 sterren geven. Foto 2 wil ik 3 sterren geven. Foto 3 3 sterren. En foto 4 4 sterren voor het gemak. En foto 5 5 sterren. Nou, deze geef ik nog 1 ster en 3 sterren. Nou, je ziet nu dus, ik heb op het toetsenbord gewoon geklikt op het getal. En dan geeft hij het aantal sterren aan. Als je nou een ster helemaal weg wil hebben, bij foto 1 wil ik bijvoorbeeld toch geen ster, dan klik ik gewoon de 0 in. En dan gaat hij weer terug naar 0 sterren. Het voordeel hier is dat je naast het filter van alleen de gevlagde foto, de geselecteerde foto's, ook nog op basis van de klassificatie van het aantal sterren kan filteren. En nu kies ik bijvoorbeeld hier 2 sterren en dan zie je alle foto's die 2 of meer sterren hebben. Of 3 of meer sterren hebben. 4 of meer sterren. En dan zie je dus dat alles wat onder de 4 sterren valt, wegvalt. Of alleen foto's die 5 sterren hebben. En dan blijft er dus weinig over in dit geval. En zo kun je dus ook nog makkelijk switchen tussen bepaalde selecties die je al gemaakt hebt. Er is nog één belangrijk ding wat ik nog niet met je gedeeld heb. En dat is de verborgen sneltoets. Die selecteren echt super snel en super handig maakt. En die toets is de Caps Lock toets. Ik zal even de filters eraf halen. En stel, ik begin hier bij foto 1. En ik zet hem eventjes op loopweergave. Je kan ook de letter E intoetsen. En nu ga ik selecteren. Als ik nu bijvoorbeeld de P in klik, dan gebeurt er niks. Maar op het moment dat ik de Caps Lock toets indruk, één keer, en ik druk dan op de P om te vlaggen, dan gaat hij automatisch door naar de volgende foto. En zo kan je makkelijk, gewoon puur met alleen de toetsen, kun je heel snel je foto's gaan selecteren. Als je nou een foto niet wil vlaggen, dan klik je gewoon de U in van unflag. En dan gaat hij ook door naar de volgende foto. Je kan dit ook doen met sterren. Stel, ik wil hier 5 sterren van maken. Dan geef je 5 sterren en gaat hij door naar de volgende foto. Ik zal je aanraden om ze dan eerst te vlaggen en daarna eventueel nog de klassificatie van de sterren eraan te geven. Nou, het voordeel hiervan is dus dat je echt enkel met je toetsen een selectie kan maken. En dat werkt super handig, super snel. Maak hier gebruik van. En dit is een toets die de meeste mensen niet weten of niet kennen. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon. In deze video heb ik je laten zien hoe makkelijk je nou foto's kan selecteren in Lightroom. En ik heb je natuurlijk de verborgen sneltoets gegeven, de Caps Lock toets. Zodat je automatisch doorgaat naar de volgende foto's. Zodat dat jou een stuk makkelijker maakt om de foto's met je toetsenbord te selecteren.
Mocht je nou nog vragen hebben, of wil je feedback geven, laat het me even weten hieronder bij de reacties. En ik wil je eraan herinneren dat jouw reactie en jouw feedback mij heel veel waard is. En voor de hele Fotoclub community. Voor het geval je het nog niet gedaan hebt, abonneer even op het kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan kun je meer van dit soort video's verwachten. Tot de volgende keer.